Ik zal het gedicht van Armin nog een keer voordragen. Er is een stukje weggevallen. Wies en haar liefde voor de wind aan het strand. Het ruisen van de bomen. Het kijken naar de lucht. De lange, verre wandelingen. De zorg en inzet voor moeder. De belangstelling voor de kleintjes en haar oppaskinderen, Noah en Jorn. Al haar zussen, speciaal Steelke. Dit was Wies ten voeten uit. Zo dadelijk gaan we afscheid nemen en het lichaam van Wies prijsgeven aan het oerelement, het vuur. Dan zal zij voorgoed onvindbaar zijn voor ons mensen, maar niet voor God die gezegd heeft dat hij alles wat hij gemaakt heeft nooit in de steek zal laten. Hier en nu voelen wij het sterkst wat de dood van ons vraagt. Afgeven, afstaan, laten gaan. Wij zullen Wies hier op aarde nooit meer terugzien. Maar als wij zo meteen van hier weggaan, nemen we toch het leven van deze dierbare mee. Dat leven dat ons in deze dagen sterker dan ooit voor de geest staat. Dat nemen we mee met de opdracht het voor te zetten, te volbrengen en te voltooien. Want ook dit leven van Wies Hovens is een onzichtbare kracht die door geen enkele macht te vernietigen is. Zelfs het vuur kan dit leven niet ongedaan maken. En daarom bidden wij vol vertrouwen, God onze Vader, wij danken u voor al die jaren die Wies in ons midden was. En wij danken u voor de hartelijkheid en vriendschap die wij van haar hebben ondervonden. Zo is zij iemand geworden om van te blijven houden. Geef haar nu een plaats waar zij blijvend gelukkig kan zijn. God onze Vader, het kost ons moeite om afscheid te nemen van iemand die zoveel voor ons heeft betekend. We hadden haar nog graag langer in ons midden gehad, maar u hebt haar tot u geroepen. En wij geloven dat zij nu een plaats heeft gevonden waar zij blijvend gelukkig kan zijn. God onze Vader, luister naar onze gebeden. Zie ons verdriet en onze dankbaarheid. Breng het leven van Wies nu tot voltooiing bij u. Die leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wanneer wij in het dagelijks leven afscheid van elkaar nemen, dan zeggen we niet alleen vaarwel tegen elkaar. We maken ook een gebaar. We geven elkaar een hand, omhelzen elkaar, kloppen elkaar op de schouder of geven een kus. En nu we afscheid moeten nemen van een overledene, van Wies, maken we ook een gebaar. We nemen water en met het water maken we een kruisje. We zegenen het lichaam van de overledene. Wij denken dan even terug aan het doopsel. Want bij het doopsel is aan christenen het eeuwig leven beloofd. Water is een algemeen symbool voor leven. En met dit symbool van leven verwijzen we naar het eeuwig leven dat nu voor Wies is begonnen. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heer, geef haar de eeuwige rust en het eeuwig licht verlicht haar. Dat zij mag rusten in vrede. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Tot slot wil ik u nog het gedicht voordragen over het scheepje aan de horizon.
Ik sta op het strand in de branding. In de ochtendzon zie ik een zeilschip varend op de volle zee. Zij is prachtig en ik blijf haar aanschouwen tot zij verdwijnt achter de horizon. Iemand naast me zegt, zij is niet meer. Zij is niet meer. Niet meer waar. Zij is alleen uit ons zicht verdwenen. Zij is nog steeds net zo groot, de masten en de boeg, als toen ik haar zag. En zij is nog steeds in staat om haar lading en bemanning naar de plaats van bestemming te brengen. Het langzaam kleiner worden en zelfs uit het zicht verdwijnen, zien alleen wij. Zij ondergaat het niet echt. En juist op het moment dat iemand naast me zegt, zij is niet meer, zijn er anderen die haar zien verschijnen aan de horizon. En daar roept er iemand met blijde stem, daar is zij. En dat is overlijden. De horizon is alleen maar een beperking van ons zicht. Geachte aanwezigen, beste mensen, ik mag u namens de familie bedanken voor uw medeleven, uw condolences. En vooral voor uw aanwezigheid vandaag hier bij de uitvaarddienst. U wordt zo dadelijk in de gelegenheid gesteld persoonlijk afscheid te nemen van Wies. Haar zussen willen graag als laatste afscheid nemen van haar. Daarna bent u van harte welkom bij de koffietafel hier in ons uitvaartcentrum. Ik dank u wel. Thank you.
now, I could grant my wish. I wish to have those wings just like the bird.